Bauke Mollema, hoe is het met jou een paar weken voor de Giro d'Italia? Nou, op dit moment is het wel goed eigenlijk. Laatste weken goed, goede voorbereiding gehad denk ik hierop en ook op de Giro met een hoogtestage. In Baskeland gereden en dat ging eigenlijk de laatste dagen ook steeds beter. En nu een paar dagen in Nederland geweest, eigenlijk voor de Amstel alvast. En nu pak ik deze klassiekers even mee met de Amstel-Waalse Bijl en daarna gaat de blik eigenlijk verder weer op de Giro. Je zegt die klassiekers even meepakken, kun je die zomaar meepakken? Ik zie het niet als training, dat zeker niet. En ik heb in het verleden ook wel vaak top 10 gereden in deze koersen. Dus dat zou heel mooi zijn als dat weer zou lukken. Dat gaat wel heel moeilijk zijn tegen al die explosieve mannen, denk ik. Maar ik heb me toch geprobeerd, met zo'n hoogtestage dan voornamelijk voor de Giro. Maar goed, die pak je ook mee voor deze klassiekers. En toch goed voor te bereiden. En we gaan zien waar dat toe kan leiden. Denk je aan winnen vandaag? Daar droom je altijd van. Dat wordt wel heel moeilijk, dat besef ik me wel. Het zijn denk ik wel 20 renners die je misschien eerder favoriet zou kunnen noemen dan ik. Dus ik zal het gewoon van moeten hebben om aan te haken en op een goed moment in de finale met een groepje weg te rijden. En liever nog alleen, want in de sprint tegen al die explosieve mannen zal het lastig worden. Als je één naam moet noemen vandaag, wie wint er? Dat is lastig. Er zijn heel veel namen eigenlijk. Alaphilippe is denk ik goed. Schachman, die reed in Baskeland ook heel sterk. Die gaat er ook dichtbij zijn denk ik. En Van der Poel gaat denk ik ook een eind komen. Veel succes vandaag, Bak.